De coronaregels worden versoepeld en er is opluchting in de evenementensector. Zoals bij de Brabanthallen. Daar werd sinds lange tijd weer een beurs gehouden. Ja, kijk om me heen. Dit is waarom we het doen. Blije gezichten, een vakbeurs. Eigenlijk een van de kernactiviteiten van de Brabanthallen. En hier hebben we anderhalf jaar op gewacht, dus slecht geslapen vannacht, dat kan weer. Helemaal zonder maatregelen is het nog niet. Zo moet er nog wel anderhalve meter afstand worden gehouden. Zoals je hier ziet, doen wij er echt letterlijk met elkaar alles aan om ruimte te geven en ruimte te creëren voor mensen. En ik denk dat je hier veel meer ruimte hebt dan dat je naar een supermarkt gaat of dat je door de stad wandelt. Dus ja, dit is een veilige en verantwoorde omgeving. Te lang geleden. We zijn blij dat we er weer mogen zijn. Kijk uit naar onze klanten weer te ontvangen. Ja, zoals hier nu even het apparaat echt zelf fysiek zien en eventjes zelf proberen. Ja, dat is heel fijn. Ja. Gelukkig kun je mensen weer zien. Ja. En heb je wat meer persoonlijke indrukken, contacten. En ook het eerste feestje staat hier al gepland. Meteen op 25 september, dat is over een goede week, is het al zover. Met nog minder regels, maar wel met de corona-check-app. Ja, heel veel zin, want ook dat kan weer verantwoord met die coronapas. Waarvan we hopen natuurlijk dat die snel verdwijnt. Maar als dat nodig is om weer in beweging te komen, dan juichen wij toe.